Hallo, mijn naam is Petra Viering en ik interview vandaag Danielle Davelaar. Hoi Danielle. Hoi. Hi. Danielle, jij volgt mijn opleiding binnen 10 weken lopend VP-bedrijf. En ik vind het leuk om even met jou te praten, want jij bent tevens een van de bloggers op mijn website. Jij vond het leuk om je verhaal te delen, om je voortgang tijdens de opleiding te delen. En vind ik het ook altijd leuk om de mensen die jou volgen even te laten kennismaken met een stukje film over wie Danielle dan is. Ja. Allereerst, ik vind het super dat je blogt. Dat vind ik hartstikke stoer dat je dat doet. Maar vertel eens eerst wat meer over jezelf. Waarom heb jij voor deze opleiding gekozen? Ik loop al een tijdje dat ik iets buiten me of iets meer wil qua werk en mezelf Ja. verder ontwikkelen. In mijn Ja. huidige baan bij de gemeenteafdeling waar ik nu zit, lukt dat niet. Nee. Ik zie mezelf niet heel snel naar een andere afdeling binnen de gemeente gaan. Maar ja, dan blijft wel de vraag, wat ga je dan doen? Ik heb me heel veel ingelezen in verschillende opleidingen. En daar kwam ik op een gegeven moment VA tegen. Op Facebook. En Ja. dat vond ik wel heel interessant. In eerste instantie naast mijn neef gelegd en daar toch wel weer verder op doorgegaan. Ja, kan ik dat wel? Wil ik dit? En hoe ga ik dit doen? En ik werd eigenlijk steeds enthousiaster daarover. Mooi. Dus. En wat sprak je aan? Kun je daar nog iets over zeggen? Wat vind je leuk aan het vak of het beroep of het werken als VA of VP? Nou, het werk op zich wat ik nu doe is gewoon heel erg leuk. En daar sluit dit natuurlijk heel erg op aan. Wat mij wel heel erg leuk lijkt om dat op mijn eigen manier te kunnen doen. Zoals ik het wil, met de mensen die ik wil. Ja. En ja, dat trok mij eigenlijk het meeste aan in het VA-schap. Mooi. En toen dacht je, laat ik een opleiding volgen? Ja. Nou, je kan natuurlijk allemaal zeggen van ik ga een eigen bedrijf opstarten. Maar ik vind het dan wel heel belangrijk om dan wel een hele goede ondergrond fundering voor je bedrijf te hebben. Zodat je in ieder geval dat goed hebt staan. Ja, heel goed. Ben ik helemaal mee eens. Niet alleen omdat ik de opleiding geef, maar ook omdat ik gewoon heel veel mensen anders heel lang zie worstelen. En dat zou zo zonde zijn, want het is slimmer om het goed te doen en dat je zoveel mogelijk juist met klanten aan de slag kan. Dat is natuurlijk veel interessanter. En nu zijn we gestart. Zijn al een paar online lessen zijn verder. We hebben al 2 dagen live gehad. Hoe vind je het gaan? Hoe bevalt het tot nu toe? Het is ontzettend leuk. Vooral natuurlijk omdat je je eigen bedrijf ziet groeien. En heel interessant. Er komen natuurlijk andere dingen bij kijken dan als je gewoon als werknemer aan de slag gaat. En het is wel veel. Omdat het best wel lastig is soms om tijd te vinden. Naast je drukke baan, je kinderen en dergelijke. Om dan die opdrachten te doen. Maar het geeft ook wel weer heel veel energie. Dus ja, ik vind het heel erg leuk. Mooi. En als je kijkt van wat je tot nu toe gedaan, want we zijn nog niet eens op de helft. Maar heb je dan ook al een gevoel dat je denkt, oh wacht even, daar kan ik ook iets mee bij ondernemers dadelijk? Ja, tuurlijk. Alles wat je zelf doet, daar hebben alle ondernemers mee te maken. En ja, dus eigenlijk iedere stap die ik zet, kan ik straks gebruiken zodra ik met mijn eerste klant start. Ja, ja. Mooi. Zeker. Nou, gisteravond hadden wij het eerste online vragenuurtje. Dan kwamen we weer online bij elkaar. Hoe vond je dat om te doen? Erg leuk. Toch ja. Grappig om te zien dat je online heel goed contact met elkaar kan hebben. En gewoon ook weer heel erg leuk om die meiden gewoon allemaal weer te zien. We spreken elkaar regelmatig, maar ja, daarbij zie je elkaar niet. Nee. En ja, wel weer leuk om dan te zien en te horen hoe het bij hen staat. Ja, ja. En jullie spreken elkaar heel veel. Op welke manier doen jullie dat? Wij hebben een WhatsApp-groep. We hebben natuurlijk in de online leeromgeving konden we natuurlijk die discussiegroep hebben we. Ja. Maar WhatsApp werkt sneller. Dus dat is denk ik de reden dat we daar alles inzetten. En af en toe hebben we zoiets van, ja, weet je, als Petra mee wil kijken, moeten we het ook eventjes daar inzetten. Ja. Maar ja, ja, het werkt gewoon lekker sneller. WhatsApp. Ja. Nee, dit is ook helemaal goed, hè? Ik vind het helemaal prima. Want het is juist zo fijn dat je ook met elkaar samen ontwikkelt. Hè? Dat je dus er niet alleen voor staat, maar dat jullie ook dat gevoel van saamhorigheid hebben. Dat je met z'n allen dezelfde stappen aan het zetten bent. En dat je op elkaar terug kan vallen. Ja, zeker. Want
Vond je dat, ja, ik wil het niet invullen, maar we hadden de 2 dagen live training. Toen hebben jullie elkaar allemaal voor het eerst live ontmoet. Was dat voldoende, zeg maar, om een connectie met elkaar te maken? Ja, denk het wel. Want we zijn in die 2 dagen natuurlijk heel intensief met elkaar bezig geweest. De opdrachten bijna eigenlijk allemaal met elkaar gemaakt. Dus dat je ook al hoort waar de een tegenaan loopt en ja, ook de ander. En ja, het was wel een hele, waren wel speciale dagen, moet ik zeggen. Ja, hè? Ja. Ja, want je had al in een van je blogs geschreven, ik had al heel veel gezien en ingelezen, maar toch gaven die 2 dagen nog steeds nieuwe inzichten. Ja, vooral die opdrachten maakten het gewoon heel visueel natuurlijk. Ja, je vertelde inderdaad niet wat ik ook tijdens de live dagen zei. Jij vertelde in je boek en in de blog niks anders dan op die live dagen. Maar ja, toch krijg je er een ander beeld bij als het daadwerkelijk zo uitgesproken wordt. Ja, Ja. mooi. Mooi. En nu ben jij een blogger. Hoe bevalt dat tot nu toe? Ja, heel leuk. Ja. Ja, nooit gedacht dat ik dat zou gaan doen. Dat is echt wel weer een stap verder voor mij. Ja. Maar ontzettend leuk. En ja, ik moet zeggen, het gaat best makkelijk eigenlijk als je eenmaal gaat schrijven. Dan ja, gewoon je gevoel volgen en opschrijven wat je voelt, wat je denkt. En ja. Zo simpel kan het zijn, hè? Vaak vinden we het allemaal heel lastig om zichtbaar te worden naar de buitenwereld, omdat we het niet gewend zijn. Hè? Van oorsprong, dat had ik in het begin ook. Hè? Van oorsprong zijn we natuurlijk veel meer op de achtergrond werkzaam. En nu moet je echt naar voren treden. En vinden vele mensen eng, net als ze nu een filmpje samen opnemen, idem dito. Maar Zeker. uiteindelijk valt het nog mee. Kan ik dat zo stellen? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, Oké, het is echt okay. wel, Nou, hoe is dat was voor de live dagen, was dat echt wel een dingetje voor mij. Had ik dat niet zo het? Ja. snel gedaan. Ik Nee. ben helemaal niet van foto's en filmpjes en voor mezelf. Anderen hartstikke leuk, maar voor mezelf niet. Niet nodig. Maar ja, het is wel, het valt me erg mee. Is toch een kwestie van gewoon doen. Ja, en dat is eigenlijk met alles zo in de opleiding. Je moet het gewoon doen. En dan leer Klopt. je vanzelf wel. Ja. Klopt. Mooi. Nou, dus wij gaan jou de komende weken volgen. We gaan zien wat het jou brengt, waar je naartoe werkt, waar je staat dadelijk. Nou, ik vind het heel erg leuk. Ik vind het super sowieso dat je het wilt delen. Dat je het doet, sowieso dat je het ook nog eens leuk vindt. Laatste wat ik zag was je nieuwe logo. Dus dat is ook super gaaf. Dus het wordt heel concreet op deze manier. En ja, als mensen vragen hebben, hoop ik dat ze die onderaan je blog stellen. En dat ze ook met jou de interactie aangaan. Want het zou super leuk zijn, ook voor jou. En Graag heel zo. veel succes. Ja, precies. Heel veel succes met die stappen die je allemaal gaat zetten. En wij houden contact en we gaan nog een beetje kijken aan het eind van de opleiding waar je dan staat. En misschien kunnen we dan nog een keer een interview afnemen. Ja, leuk. Ja? Dan wens ik je veel succes, Danielle. En hou ons lekker op de hoogte. Leuk om mee te lezen. Dankjewel, en zal ik doen. Goed. Doeg, doeg. Ja.